Sabillon. Oh, lekker. Aardbeien, bloedsinaasappel, eieren, suiker, prosecco. Eigenlijk wat je nodig hebt voor misschien wel het lekkerste dessert wat we maken. 2 glazen prosecco. Daarbij doe je suiker. 1, 2, 3, 4. 4 lepels. Sweet enough. Als je het hebt over die aardbeidjes, dat je een klein beetje sinaasappel. Een beetje bloed, sinaasappel. En dan heb je gewoon heerlijk. Als je geen bloedsinaasappel hebt, je kan ook gewoon een sinaasappel doen, hè. Hop. 2/3 bij het kopje, intikken. Openen. Nou, lekker deze er zo in. Nou, mooi is gewoon eiwit. Inmiddels is, en daarom kan je dit gerecht ook goed geven aan kinderen, is de alcohol is eruit verdampt. En dan heb je gewoon een lekkere, en dat is mooi zoetige, mooie, lekkere, smeuige, sappig proseccootje met suiker over. Daarom iets even afkoelen, heeft net gekookt, dus u brengt hem terug naar, nou wat zal het zijn, een graad of 80, 90, en dan doe je de eidooitjes erbij. Je hebt ondertussen heb je een gartje klaarstaan en dan gaan je eidooitjes gaan erin en je gaat eigenlijk meteen kloppen. Dan maak ze even stuk en je gaat meteen kloppen. Nou, heb je hem losgeklopt, zet je hem weer op het fornuis. Je kan het natuurlijk ook allemaal au bain-marie doen, maar ik vind het niet heel erg nodig. Als je gewoon goed blijft slaan, dan moet hij dus wel een blubje hebben. Een blubje betekent dat dat ongeveer nou, zo'n tegen 100 graden heeft gezeten. Dus heeft hij een klein kookje gehad. En dat is zeg maar wel weer fijn, want je werkt toch met eidooiers. Dat je er geen last van krijgt. Blank. En gewoon op hoog vuur houden. We gaan even een lekker bolletje ijs in. Daarop schenk je zeg maar de heerlijke sabillon. En je ziet alweer wat een fantastisch, lekker, mooi, midzomers, knalde gerecht hieruit komt. Het gaat zo mooi, jongens. Hè? Santé. Oh, ik kom dat bolletje ijs even tegen. Heerlijk. Geniet ervan. Nou Jan, het ging helemaal top, man, hè?